Marcel, welkom in deze geïmproviseerde tv-studio. Eindelijk hadden wij afgesproken op het Concordiaplein, hè? Maar door de vroege duisternis wilde het niet. Want ik, als ik aan jou denk, heb ik toch wel een link met het Concordiaplein en dan met name met het herdenkingsmonument op 4 mei. Hè? Wat houdt Concordiaplein en 4 mei met jou in? Wat zegt dat over jou en je werk? Nou ja, kijk, de link met mijn werk is natuurlijk heel simpel. Ik ben al 33 jaar werkzaam bij het ministerie van Defensie. En ik ben een aantal jaren geleden ben ik gevraagd om de spreekstalmeester te worden. Tijdens de herdenking, de dodenherdenking op 4 mei. Nou, we hebben dat in 2019 heb ik dat voor de eerste keer gedaan. Ja, en nou, zoals we weten, afgelopen 4 mei was het improviseren. Dus ook... Met de corona bedoel je, hè? Met de COVID-periode. Hè, met een petit comité hebben we daar toch, denk ik, op een waardige manier hebben wij stilgestaan bij onze slachtoffers. Die gevallen zijn. Tijdens de oorlog, de Tweede Wereldoorlog en ook de slachtoffers uiteraard die... Na de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. En ja, wat dat betreft een hoop positieve reacties gehad. Dat we het zo hebben aangepakt. Dus mooi. Ja, maar als ik jou daar dan altijd zie, hè, Marcel, op het Concordiaplein. En ik maak er altijd zelf foto's. Vind ik wel, als ik naar je gezicht kijk en naar je houding. Dan straalt er toch wel heel veel emotie vanaf. Wat maak jij weer mee als je daar staat? En heb je de oorlog niet meegemaakt, maar ik denk toch, hè, al die andere slachtoffers? Ja, nou kijk, de opa van mijn vrouw, die staat ook bijgeschreven op het monument. Op Steenam, ja. Ja, een bakker die door de Duitsers op een zondagavond uit zijn huis is gehaald. En is doodgeschoten en daarna in het Boterdiep is gegooid. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja, en beroepsmatig natuurlijk ben je er natuurlijk ook best wel veel mee bezig. Hè? Met veteranen, met herdenkingen. Dus ja, eigenlijk was het voor mij ook niet... Ik heb er ook niet lang over na hoeven denken toen men mij vroeg van... Hey Marcel, zou jij in het 4-5 mei comité willen? Ik heb niet lang over na hoeven denken. Ik dacht van ja, dit is eigenlijk wel een plicht, een roeping. Dit moet je gewoon doen. Ja, want 33 jaar Defensie, dan ben je ook vast veel uitgezonden geweest, zoals het zo mooi heet, hè? Uitgezonden, toch? Ja, op missie, hè? Op missie, ja. Ja, dat klopt. Wat dat betreft heb ik al wat brandhaarden mogen bezochten. Locaties waar je in ieder geval niet heen gaat op vakantie. Nee. Maar ja, dat is part of the job, hè? Zoals ze dat mooi noemen. Dat geeft je weer bagage in je rugzak. Dat vormpje, je komt op plekken waar je normaal gesproken never of nooit komt natuurlijk, als gewoon een sterveling. En dan zie je het ook wel, dat wat eigenlijk hier in Nederland en in Europa aan zich gewoon hartstikke goed hebben. En we klagen natuurlijk nu allemaal met de COVID-periode, en dat snap ik ook wel, maar eigenlijk hebben we niks te klagen, we hebben het gewoon hartstikke goed. We hebben natuurlijk beperkingen die opgelegd worden. En natuurlijk is het niet fijn, hè, dat ondernemers het gewoon slecht hebben. En dat er misschien ondernemers straks hun token moeten sluiten. Dat is natuurlijk vreselijk. Maar goed, hier moeten we wel even met z'n allen doorheen. Ja, en als je dan in gebieden komt waar je eigenlijk terugkeert naar de middeleeuwen. Ja, maar waar ben je allemaal geweest, Marcel? Ik ben 2 keer in Joegoslavië geweest. Voormalig Joegoslavië. In 1995... En in 2002... Ja, Srebrenica, ben je daar geweest? Heb je daarmee te maken gehad? Ja, Srebrenica, Dutchbe 3 in 1995. In 2004 ben ik in Irak geweest. En in 2007 in Afghanistan. Zo, dat zijn er heel wat. Hè? En dan ga ik nog even weer terug naar het Concordiaplein. Hè? Naar het monument. Die 2 minuten stilte. Heb jij in jouw carrière maten, hè? Zo heet het in dienst, toch? Maten, ja, dienstmaten. Verloren. Te veel. Ja? Ja. Ja. En er waren echt mannen... Ja, dat zijn goede collega's die je goed kent. Die door omstandigheden, door oorlogsgeweld, om het leven zijn gekomen. En dat hoort, dat is vreselijk. Maar goed, als je daar bent,
dan draait het circus draait daar verder. En dan heb jij ook niet al te veel tijd om daarbij stil te staan. Op het moment dat je dan weer thuis bent, ja, dan besef je wel van, oké, je hebt even wat engeltjes verbruikt. Ja, ik ben er nog. En, ik ben er nog. Je hebt er in ieder geval heb je het leven van afgebracht. Maar goed, ik heb ook collega's gehad inderdaad die verwond terug zijn gekomen. Of ja, de hoogste prijs hebben betaald. De hoogste prijs hebben betaald, ja. En dan gaat dat toch op zo'n moment, die 2 minuten, gaat het helemaal door je heen. Dan dan sta je daar even weer bij stil. Ja. Dan sta je er even weer bij stil. Ja. Ja, hè? En even een bruggetje slaan, hè? 33 de Defensie. Ja. Waar zit je op dit moment? Waar werk je op dit moment? Nou, op dit moment werk ik thuis. Want ik heb een aantal weken geleden heb ik mijn functie overgedragen in Assen. Ik heb weer 3,5 jaar in Assen gezeten. Nou, en onze organisatie is zo ingebed dat na 3-4 jaartjes moet je weer verkassen. Van standplaats. Je moet dan weer gaan solliciteren. Dus ik heb een aantal weken geleden mijn functie overgedragen in Assen. Ik heb 3,5 jaar weer met heel veel plezier bij het bataljon in Assen gewerkt. En aanstaande donderdag stap ik in het vliegtuig. En dan gaan we naar de overkant van die grote waterplaats, Johannes. Ja, naar Texas, hè? Ja, naar Texas. De grootste, ik heb even mijn huiswerk gedaan, maar bijna de grootste staat van Amerika, hè? Op Alaska na is het inderdaad de grootste staat van Amerika. Ja, en dat is denk ik het interessantste, daarom zitten we hier ook, hè? Wat moet nu een Nederlandse militair in Texas? Nou, in Texas, in de stad Killeen, daar hebben we de grootste Amerikaanse basis, Fort Hood. Daar zit ook een militair vliegveld zit daarbij. En op dat militaire vliegveld, daar heeft Nederland heeft daar een squadron zitten, dus een Nederlandse eenheid. En die Nederlandse eenheid, dat squadron, dat leidt daar Apache-vliegers, dus gevechtvliegers. En vliegers en loopmasters op voor de Chinook-helikopters. Dat zijn de transporthelikopters die wij bij onze krijgsmacht hebben. Dus Nederland heeft daar een eenheid zitten die trainingen faciliteert. Nou ja, de omstandigheden daar zijn optimaal. De weersomstandigheden zijn... Goed klimaat, hè? Supergoed klimaat. Ja. Hele zachte winters, temperaturen van rond de 20 graden. Het oefenterrein, het oefengebied is daar huge. Net zo groot als de hele provincie Utrecht. Dus ja, de omstandigheden die zijn daar gewoon optimaal en... Ja, dat is ook de reden dat wij daar trainen. Ja, en hoe moet ik me voorstellen? Hè? Daar komen er dus Nederlandse militairen, die komen daar voor een aantal maanden, een half jaar om te trainen? Nee, dat zijn periodes van 4-5 weken. En dat dan ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. Dus reken maar uit, 25 tot 30 oefenweken. Ja. Dat wij daar Nederlanders gaan krijgen, vliegers. Maar ook eenheden van de luchtmobiele brigade. Dus ook clubjes uit Assen, clubjes uit Schaarsbergen. Die om toerbeurt daar komen trainen. Ja, en jij traint het helikoptervliegen of waar ga je trainen daar? Nou, nee, niet het helikoptervliegen. Ik ga daar in de staf kom ik daar te werken. Met name zal ik mij bezighouden met in de voorbereiding van een training en in de uitvoering. Met alles wat met grondtroepen te maken heeft, wat gaat trainen met helikopters. Daar zal ik het een en het ander in gaan faciliteren. Ik zal verantwoordelijk worden voor het aanvragen van munitie, voor het aanvragen van oefentreinen, voor het aanvragen van schietbanen. Waar Nederlandse eenheden mogen trainen. Dat moet natuurlijk allemaal netjes aangevraagd worden. En er moet munitie voor geregeld worden. Dat zijn allemaal zaken die straks op mijn bordje komen te liggen. Ja joh. En voor 5 jaar ga je erheen toch, als ik het goed begrepen heb? Hè? Nou, het is voor 4 jaar. Het is vooralsnog voor 4 jaar. En in je derde jaar gaan wij kijken. Ga ik met mijn baas om de tafel zitten. Van oké, Mas, wat zijn jouw... wat wil jij? En als het goed bevalt, thuis... Nee, ik ben natuurlijk niet de enige die bepaalt of wij... Nee, je vrouw en 2 jongens en dochter gaan mee. Ja, die gaan mee. Dus die hebben uiteraard heb je daar ook zeggenschap over. En als zij zeggen na 4 jaar van, het is mooi geweest. Ja, dan gaan we lekker terug naar Nederland. En als zij zeggen van, ja, we willen nog een jaartje of 2 jaartjes aan vastplakken. En ook vanuit de defensieorganisatie gaat men daarmee akkoord. Ja, dan zou het zomaar eens kunnen zijn.
Jannes dat we wat langer blijven. Ja, ja, want Jan Zoon, hè, ik ben een paar jaar terug nog een keer bij hem geweest in zijn oorlogsmuseum. Ja. Ook een militair in de notendop. Zien ze ernaar uit? Hoe kijken je kinderen tegenaan? Ja, nou, het is iets wat natuurlijk al vanaf begin dit jaar speelt. Het is een nieuwe functie die ik daar ga bekleden. Dat was in 2017 was er al sprake van dat er een arbeidsplaats bij zou komen in Amerika. Nou, we gaan natuurlijk een aantal jaren overheen, hè, voordat dat uiteindelijk door Defensie wordt geaccordeerd. Want dat heeft natuurlijk nogal wat consequenties om een extra arbeidsplaats in het buitenland te plaatsen. Hè. Je gezin moet mee. Dat is natuurlijk een mega kostenpost. Dus het heeft uiteindelijk tot februari van dit jaar heeft het geduurd. Nou, toen heeft Defensie heeft er een klap op gegeven. Kon ik solliciteren op de functie. Nou, en uiteindelijk is het mij gegund. Ja, dus eigenlijk vanaf het moment dat ik te horen kreeg van oké, okay, Marcel gefeliciteerd, je hebt de functie. Ja. Ja. En dat was ergens begin juni. Ja, dat beginnen natuurlijk te leven. Ja. Jongens zitten nu, of in ieder geval de kids, die zitten nu op Engelse les al een aantal weken. Ook vanuit de Defensieorganisatie is geregeld. Gerry die heeft één keer per week heeft zij Engelse les. Dus nou, het verhuisbedrijf is vorige week geweest om te kijken van oké, wat gaat er aan inboedel door mee? Ja. Hoe lang zijn we ermee bezig? En kan alles wel mee? En mag alles wel mee? Dus ja, die zullen, zodra wij een adres in Amerika hebben, in de stad of ja, in ieder geval waar wij gaan wonen, dan zal ook het verhuisbedrijf komen. Twee dagen, één dag alles inpakken in dozen. En de tweede dag zal een grote zeecontainer aan de Hypocrisieslaan komen te staan. Jo, maar je hebt nog geen huis, begrijp ik dat goed? Nee, we hebben wel contact met een makelaar. Dagelijks krijg ik een update vanuit Amerika betreffende de huizenmarkt. Dus we hebben wel een idee van oké, wat er op de markt is. We hebben natuurlijk van tevoren onze wensenpakket even moeten aanleggen. Ja. Wat willen jullie? Wat willen jullie niet? Nou, donderdag vlieg ik die kant op. Dan zal ik eerst 2 weken verplicht in quarantaine moeten. En na die 2 weken ga ik met de makelaar gaan we op househunting. Dan gaan we een huis uitzoeken. En dat zal ik natuurlijk met Gert moeten gaan bespreken. Er was nog een mogelijkheid geweest dat Gert ook die kant op zou gaan. Maar ja, door COVID, 2 weken verplichte quarantaine. Een weekje househunting. Ja, dan ben je 3 weken hier bij je familie, bij je kids weg. Dat was even te veel van het goede. Dus ja, ik zal belast worden met het uitzoeken van de woning. En aansluitend daar ook een school zoeken. Voor de kinderen, ja. Voor de kids. Ja, een auto aanschaffen, dat zijn allemaal dingen die ik even in een tijdsbestek van 1,5 maand moet gaan regelen. Want de bedoeling is dat ik voor de kerstdagen weer terug ben. Hier in Nederland? Hier in Nederland. En dan de kerst oud en nieuw samen met de familie ga vieren. En dan de eerste week van januari gaan we als gezin die kant op. Echt, ja. Hey, en Marcel, hoe heb je dit aan je moeder verteld? Ina, hè? Ik weet het goed. Ik denk toch dat die wel een beetje een traantje liet. Nee, die liet geen traantje. Ze zei, ik vind het fantastisch voor jullie. Ik vind het wel jammer dat ik mijn kleinkinderen wat minder vaak fysiek ga zien. Maar goed, we kunnen skypen. Wat dan maar niet. En eigenlijk begon ze eigenlijk al van, nou, dan kom ik volk je direct op vakantie. Ja, en dan komt gewoon in het vliegtuig. En, die stapt, als ze nog fysiek en mentaal in staat is om te reizen. Ja. Dan neemt ze haar vriendin mee. En dan komen ze volgend jaar richting Texas. Ja. Nou, dat gaat gebeuren. Ja. Hey, en het leven in Texas. Hè? Daar zitten vrij veel kolonies van mensen, hè, die er vroeger heen zijn gegaan. Er zit ook een vrij grote Nederlandse kolonie in Texas. Hè? Nou, het Scorum telt ongeveer 30 militairen. Hè, daar ben ik straks eentje van. Waarbij de verhouding ongeveer 60-40 is. Dus 60% zijn luchtmachtmilitairen, 40% landmacht. Dan werken er ook nog een aantal Amerikanen werken bij het squadron. Amerikaanse vliegers, onderhoudspersoneel, dat zijn allemaal burgers. Contractors, zoals we dat wat noemen. Ook de kisten die er staan, hè, de Apaches en de Chinooks, die worden onderhouden door burgermedewerkers. Hè. Die zijn opgeleid bij Boeing en die doen daar het onderhoud aan de Nederlandse kisten. Ja, vele malen goedkoper dan Nederlandse militairen vanuit Nederland overal om daar te gaan sleutelen. Ja. Dus ja, de kolonie Nederlanders, dat valt enigszins valt er mee. Een mannetje of 30. Nou, daar komen natuurlijk nog wat partners bij, wat kinderen. Ja, dus een klein clubje. Ja, op zich niet echt meer Nederlanders die van vroeger zijn geëmigreerd. Nederlandse roots hebben.
Ja, dat zou best kunnen. Ja. Dat zou best kunnen. Ja. Ja. Ja, ik heb gisteren even een beetje gegoogeld over Texas en ik ben even de naam kwijt, maar er was toch wel één gezin, de familie Steinbeck of zo. Hm? Zoiets, dat zat er vrij veel vanuit Nederland, er waren die in Texas gaan wonen. Oké. Nee, zeg maar niets. Nee, die zeg je niks. Nee. Nee. Maar de cultuur is natuurlijk best wel anders. Een stamppotboerenkool ga je er niet eten, denk ik. Nee, dat zit er denk ik niet in. Nee. Ja, het is natuurlijk een complete andere way of life. Texas aan zich is al heel bijzonder. Hè? Ze noemen het ook de Lone Star State. Zijn super patriotisch. Ja. De meest patriotische staat van heel Amerika. Ja, je ziet bij iedere woning hangt de Stars en Stripes hangen buiten. En een foto van Trump of niet? Het is de staat van Trump. Texas heeft toch een aantal presidenten voortgebracht. Hè? Ja. En de gebroeders Bush, of vader en zoon Bush, ja, die komen uit Texas. Ja, het is een gigantisch grote staat met bijzonder veel natuurschoon. Het is groot, grote auto's, grote wegen. Ja, het is de overtrekking. De olie staat, dat zijn ze rijk door geworden. Hè? Ja, precies, het olie zit er in de grond en de brandstof kost er werkelijk kost er niks. Nee. Hey Marcel, je oudste zoon Arvid, ben je niet heel erg bang? Hè? Die is nu toch 11, 12? Torvald is 12 jaar. 12. Torvald is oudste, hè? Ja, Torvald is oudste. Ben je niet bang als je het zo leuk vindt? Dat hij zegt, pa, bekijk het maar, ga jij maar weer terug naar Nederland, ik blijf hier. Ja, dat zou kunnen, maar dan is hij 15, 16 jaar. Ik denk dat hij daar nog even te jong voor is. Ja. Maar goed, we gaan het zien, Jannes. Ja, een heel avontuur dus, straks in januari. Ja, absoluut. Ja. En lijkt het je leuk, hè, Marcel, jij als oer-Middelstummer, geboren en getogen. Lijkt het je leuk, joh, om de mensen van Middelstum toch via onze site, gedurende jullie reis, gedurende jullie avontuur, een beetje op de hoogte te houden van wat er is, middels een vlog of middels foto's en berichtjes? Ja, ik ga mijn best doen, Jannes, om in ieder geval de Middelstummers. Ja, enigszins een beetje op de hoogte houden van het wel en weel van de familie van Dijken. Ja, de familie van Dijken en Stenen natuurlijk. Ja. Ook een oer-Middelstummer natuurlijk. Ja. Middelstumse moet ik zeggen. Ja. Nou, dankjewel dat je naar de studio wilde komen. En bedankt voor het gesprek. En heel veel succes. En ook een hele veilige periode daar natuurlijk. Want het blijft natuurlijk een militair. Dankjewel. Dankjewel.